Welkom bij het blog Beschaafde Bits van het Rathenau Instituut. Op dit blog hebben we het de komende maanden over hoe komen we tot een verantwoorde digitale samenleving. En daar gaan we het over hebben met belangrijke maatschappelijke organisaties. Ja, we stellen die maatschappelijke organisaties drie vragen. Wat is jouw wens voor de digitale samenleving? Wat is je eigen verantwoordelijkheid om een betere digitale samenleving mogelijk te maken? En wat wil je eigenlijk van andere maatschappelijke organisaties? Wat heb je eigenlijk nodig van anderen om dat te doen? En de komende maanden kom je dan bijvoorbeeld organisaties tegen als de Nationale Ombudsman, Amnesty International, de Nationale Politie en ook beroepsverenigingen zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Deze themamaand gaat over digitale zelfredzaamheid. Dus het gaat er eigenlijk over hoe burgers die van overheidsdiensten gebruik maken bij hun voorzieningen kunnen en hoe die goed voor zichzelf kunnen zorgen. En over de vraag of de digitalisering van al die diensten ervoor zorgt dat sommige mensen dat misschien moeilijker kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed kunnen lezen of omdat ze het internet niet zo goed begrijpen. En daarom hebben we de Nationale Ombudsman gevraagd hier een stuk over te schrijven dat deze week gaat verschijnen. Waarin zij een aantal aanbevelingen doen voor die betere digitale overheid. En dan gaat het bijvoorbeeld om dingen als maatwerk leveren, zorgen voor persoonlijk contact. En altijd zorgen dat er ook een niet-digitaal kanaal open staat waar burgers gebruik van kunnen maken. En de reden waarom we dit doen is dat wij bij digitalisering eigenlijk aan de ene kant zien dat het heel veel kansen biedt. Ons leven wordt makkelijker, prettiger, ook beter. We kunnen bijvoorbeeld betere zorg leveren of efficiënter zaken doen. Maar aan de andere kant zien we ook dat diezelfde digitalisering risico's met zich meebrengt. Ja, dus het is echt tijd om naar die problemen te kijken en vervolgens je af te vragen wat zijn nou eigenlijk de oplossingen. Zou je bijvoorbeeld een beroepscode moeten hebben voor IT'ers? Hebben we misschien nieuwe mensenrechten nodig, zoals het Rathenau Instituut die heeft voorgesteld, om bepaalde waarden te beschermen in de digitale samenleving? Dus met die ideeën voor oplossingen en die vragen naar hoe de samenleving beter kan, gaan wij die blog opzetten en invullen.